is een eer om hier te zijn. Ik vind het geweldig. En ja, we doen het gewoon samen. Dus potje samen schakelen. Maar ik kan het nog niet. Dus ik ga op cursus. Sinds maandag kan er geschaakt worden op de Waalkade. Wethouder Monique Esselbrugge onthulde de tafels, die onderdeel zijn van het actieplan Binnenstad. Het doel van dat plan is om het centrum van Nijmegen groener, aantrekkelijker en bruisender te maken de komende anderhalf jaar. De schaaktafels werden eerder dit jaar gekozen als het cadeau voor de binnenstad. Julian van Stee is de bedenker ervan. Daar ben ik op gekomen omdat ik op internet zag dat de schaaktafels al werden geplaatst in Nederland. Toen heb ik de initiatiefnemer opgebeld en gevraagd, is dit al in Nijmegen? Dat was nog niet het geval. En eigenlijk van zo zijn we verder gerold. Eigenlijk in de schaaktafels voor Nijmegen. Urban Chess Nijmegen. Urban Chess staat eigenlijk voor stadschaken. Maar voor mij staat het voor veel meer. Het staat voor cultuur. Voor diversiteit. Hip-hop. Nou, dat is eigenlijk wel iets waar ik eigenlijk wel belangrijk vind. Dat schaken niet alleen een elitesport is. Maar dat we dat ook... Dat iedereen het kan doen. Hè? Denk vooral aan de quote van Frank Boeien. Denk niet wit, denk niet zwart. Denk niet zwart-wit, maar aan de kleur van je hart. Julian denkt dat er veel animo is voor het schaken. We willen meerdere mensen bereiken. Dat doen we dus al doordat we deze schaaktafels op een openbare plek hebben neergezet. En niet op zomaar een plek. Prachtig aan de kade, twee bruggen waar we naartoe kunnen kijken. En we zitten langs een basketbalveldje en langs een fitnessveldje. Dus dat zorgt ook nog voor een hele andere dynamiek. Er zijn mensen aan het sporten, aan het fitness en het basketballen. Maar er komen ook mensen die gaan hier schaken. Kijk, schaken is iets dat heb je als kind ervan gedaan. Maar dan is het heel moeilijk om opnieuw te leren. Maar daarvoor geven we natuurlijk ook workshops. En op die workshops mogen natuurlijk kinderen komen en ouderen komen. Maar vergis je niet in, je kunt zo verslagen worden door een 8-jarig kind. En misschien binnenkort ook wel door rapper Pook. Hij was ook aanwezig bij de onthulling van de schaaktafels. Nou, ik ben uitgenodigd. Mooie plek, Waalkade. En Julian heeft me uitgenodigd om samen dit voorbereiden en naar buiten te brengen. Dus het is een eer om hier te zijn. Ik vind het geweldig. En we doen het gewoon samen. Dus potje samen schakelen. Maar ik kan het nog niet. Dus ik ga op cursus. Ik ga me inzetten op alle dagen totdat ik hem helemaal goed kan. En ga ik iedereen verslaan. Pook was er overigens niet om te rappen. Nee, maar ik kan wel een stukje voor je doen. Ja, dat is goed. Nee, grapje. Het is gewoon only the good vibe. En voor Nijmegen zijn we er voor elkaar. Okro. Brr.